wij hebben actrice en scenetriefouw. Of wil je iets anders? Nee hoor, ik vind het prima. Zo goed? Ik weet niet of je Get It Done nog daarover wilt hebben, maar... Ik ga het wel even over dat hebben, is, dit is de insteek. Ja, we gaan het zeker, we gaan het zeker over Get It. We gaan niet alleen maar over scenetrie praten. Oké. Okay. En van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Profile hier op 7 Ditches TV. Bij mij in de stoel Hanna van Boom. Hanna, van harte welkom. Dankjewel. Ik heb een aanleiding waarom ik je heb uitgenodigd, maar ik heb meer onderwerpen waar ik het met je over wil hebben. En we hebben ongeveer 20 minuten. Dat klinkt lang, maar dat gaat heel snel. Scenetrie, dat was de aanleiding. Veel over gezegd en gesproken. Laat wat dat betreft je PR goed op orde. Complimenten. Dankjewel. Dus dan heb ik naast te denken, is er nog een vraag die niet gesteld is? Maar die is er niet volgens mij. Dus waarom ben je begonnen? Ik ben begonnen vanuit mijn eigen persoonlijke liefde voor film. En ook het geloof in de kracht van een goed verteld verhaal. En dat soort films, dat soort verhalen, die vind ik dat die meer gedeeld moeten worden. Want in een nutshell, het is een soort, gespecialiseerd hoogkwaliteit Netflixje, hè? Zo zeg ik het dan. Ja, dus eigenlijk waar Netflix het warehuis is Cinetree een boutique. Dus je krijgt een kleinere hoeveelheid aan films. Maar elke film is wel gekozen door iemand omdat het een film is die diegene heeft geraakt. Of omdat het echt een must-see film is. Dat zijn de curatoren. Dat zijn de curatoren, ja. En dan moet ik €6 per maand, of moet, dan betaal je €6 per maand of zo, hè? Ja, bij een jaarabonnement betaal je €5 per maand. En bij een maand opzeggelijk, opzegbaar moment, abonnement betaal je €6,50. En dan krijg ik 2 films per week. Ja, 10 films per maand. Dus je hebt eigenlijk at any given moment heb je keuze uit 10 films. En om de 3 dagen wordt dat ververst. Dus komt er een nieuwe titel bij. En hoe gaat het ermee? Gaat heel goed. Ja? Ja. Vertel. Nou, ik ben echt, het is echt een groot avontuur. We zijn een maand geleden, iets langer, een maand en een week geleden zijn we gelanceerd. En we hebben eigenlijk een beta-versie gelanceerd. En het eigenlijk gewoon de wereld ingezet. En vervolgens zijn we nu met onze eerste groep leden, wat eigenlijk een hele mooie groep al is. En waar ook elke dag nieuwe leden bij komen. Zijn we aan het testen? Zijn we het aan het beter maken? Hebben we echt een dialoog? Cinetree is echt een community. Dus wij geloven heel erg dat de... Community, ja? Een community, ja. Oeh, die zijn er al zoveel. Ja, klopt. Weet je hoe moeilijk het is? Communities bouwen. Ja, ik denk dat het moeilijk is, zeker. Het is ook heel moeilijk, tuurlijk. Anders hoeveel communityleden heb je al? Of is dat geheim? Dat is geheim. Echt waar, dan zijn het er weinig? Nee, het zijn er eigenlijk niet weinig. Nee? Het zijn er best wel veel. Alleen, we hebben nog geen marketing gedaan. Dus we willen pas na 3 maanden ongeveer bekend gaan maken. Als we beta-versie af zijn, dan willen we bekend maken. Want het is best een hoop technisch gedoe, volgens mij. Hè? Want je moet dus, ik bedoel, het is in een besloten omgeving, ga ik films kijken. Ja. Dus het is technisch ook nog wel even een gedoetje. Ja, nou ja, goed. Dus het is niet een WordPress-siteje, zeg maar, wat erachter zit. Nee, dat kost best wel geld ook, toch? Ja. Wat heb je geïnvesteerd? Of is het ook geheim? We hebben anonieme investeerder. Maar is dat... Ik heb zelf ook een beetje. Maar is dat tonnen of? Nou, Cinetree is echt ontstaan vanuit de liefde voor film. Dus we hebben met het hele team eigenlijk ook tijd geïnvesteerd. Ja. Dus het is niet een huge, ontzettend commercieel project. Nee, maar ik kan me voorstellen dat zo'n platform dat kost volgens mij best patiënten. Wil je dat goed inrichten? Dus het moet niet makkelijk te hacken zijn dat je daar gratis naar binnen films gaat kijken en zo. Het is natuurlijk het feit dat het een besloten omgeving is met films en zo. Klopt. Nou, er zijn tegenwoordig white label proposities voor. Okay, dus dat betekent dat je aan de achterkant gebruik maakt van standaarden. Precies, met streaming en abonnementen. Hey, wat is je streefledenaantal? Als wij rond de 8.000-9.000 leden hebben, dan zijn we break-even. En al het geld wat we daar boven gaan verdienen, dat willen we stoppen in het ontwikkelen van nieuwe films. Daar was ik zo door getriggerd. En ik gun jullie echt de hele wereld. En dan denk ik, wie is jullie boekhouder? Want wat kost een film? Goed, dat ligt eraan. Het is per titel verschillend. Maar het model is zo dat je een film een maand lang kan kijken. Daarna komt het in een archief. Dus je hebt een S-vol. Nee, dat bedoel ik niet. Jullie hoger doel is niet alleen dat je een community hebt en dat je mooie films deelt en kijkt. En, dus die soort, dat snap ik. Maar als het dan een succes wordt en je houdt geld over, dan wil je met dat geld dat je overhoudt, wil je zelf films gaan maken, toch ook? Ontwikkelen. Is dat wat anders dan maken? Ja, want dat betekent als je maken, dan suggereert het misschien dat we het hele budget gaan betalen. En dat gaat ons inderdaad voorlopig nog niet lukken. Oh.
Oh, dan begrijpen we elkaar. Maar het beginfase van een film maken, wat natuurlijk de scriptontwikkeling is, ja, met name. En dat is zo'n kwetsbare fase. En dat is iets wat we eigenlijk met Synergy daar een soort kickstart in willen geven. En juist voor die thema's of verhalen die misschien normaal net wat moeilijker er doorheen komen. Of juist jonge makers die er normaal minder. Maar dan wil je ze alleen helpen met de eerste fase van zo'n film. Niet met het volledige realisatieproces. Nou, dat zal per film verschillend zijn. Maar ik denk dat het zou niet logisch zijn voor ons om het hele realisatieproces te doen. Ja, ik wou zeggen, want ik zal even te reden. Want je zegt 10.000 leden, dan heb je 6 ton. Pak een beet, zoiets, toch? Per jaar. Dan kan ik me inderdaad voorstellen, heb je de lopende kosten. Die heb je er dan wel uit. En platform en hosting en personeel en weet ik wat je allemaal hebt. Ja. Maar voordat je dan eens een keer geld overhoudt om ook nog eens een keer films te gaan maken. Maar goed, dat moet ik dus iets anders zien. Dat zijn niet de complete budget om een hele film te maken. Nee, dat gaat echt over in eerste instantie scriptontwikkeling. En dan vervolgens middels co-producties en dat je ook de fondsen aanschrijven. Ik vind het ook heel interessant om te kijken waar we bruggen kunnen slaan. Ook met commerciële bedrijven. Ja, moeten daar niet... Want dat is een beetje waar ik alles enthousiast van word. Hè, van die hele kunst- en cultuursector. Dat is natuurlijk allemaal gezeik. En het lijkt mij vreselijk om langs allemaal fondsen te moeten leuren. En allemaal dat soort gedoe. Terwijl binnen de corporate wereld, ten eerste zitten er grote zakken geld. En ten tweede heel veel bedrijven die echt geen verhaal hebben. Ja. En die heb jij wel. Ja. Is dat een logische combi? Ja, heel erg. Je ziet ook Spike Jonze heeft het gedaan met Absoluut Wodka. En Werner Herzog, documentairemaker, heeft het gedaan met AT&T. Dus ik vind dat ik zie daar zeker wel een plek voor Synergy. Om juist te kijken van dit zijn de verhalen die we willen vertellen. Dit zijn mooie films. En dan hoe kunnen we een brug slaan naar de... wat meer commerciële bedrijven. Bijvoorbeeld een hele mooie serie maken over wat zich afspeelt in een autoverhuurbedrijf. En dan daar een grote autoverhuur. U of zelfs nog vrijer denken. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er merken genoeg zijn. Dat mag los van het merk. Precies. Die zich verbonden voelen met documentairemakers. En als zijnde een mooie blik op de realiteit. Weet ik veel. Apple heeft dat gedaan. Hè? Die hebben met hun werknemers eigenlijk. Ze hebben al hun werknemers die ooit momenten hebben gehad dat ze het echt niet meer zagen zitten in het leven, letterlijk. Hebben ze in een documentaire dat verhaal eigenlijk verteld. En heel erg, dat raakte enorm. En aan het einde krijg je dan te horen van één zinnetje van mede mogelijk gemaakt door de werkgevers van Apple, that's it. Powered by. En dat is zo, ik geloof daar heel erg in. Yeah. Dat komt terug op het kracht van een verhaal. Een verhaal laten vertellen. En niet soort van top-down marketing van koop ons product. Dat is gewoon, dat is klaar. Ja, dat hoef je eens. Mooi. Jij bent wel, weet je wat ik wel leuk vind aan jou? Jij bent van alles, maar volgens mij ben jij het helemaal niet. Weet je, jij bent, want ze noemen jou ik bedoel actrice. Maar dat was je op een gegeven moment ook. Je was in één keer actrice en model een beetje net. Het is niet zo dat jij een soort heel mooi rechtlijnig pad hebt. Oh, dan heb je daar een studie voor gedaan. Dan heb je 5 jaar gestudeerd en ben je afgestudeerd. En dan ben je dat. En dan. Zit er een rode draad in alles wat jij doet? Nee. je hebt natuurlijk, je hebt dat bekende tekeningetje van punt A naar B. En dan het ondernemen is natuurlijk punt A en dan punt B. En dat is een beetje mijn leven. Maar de rode draad is de rode draad is wel verhalen vertellen. En alleen in alle vormen. Ik vind het niet... Ik vind het spelen vind ik heerlijk, maar dan ben je heel erg afhankelijk van de regisseur en het script en of je gekozen wordt natuurlijk überhaupt. Ik vind het creëren en met een team werken aan een project of aan een verhaal wat je wilt vertellen. Of dat nou een film is, of dat het een start-up is zoals Synergy, of dat het een project is zoals wat we met Get It Done ook hebben gedaan. Het verhalen vertellen, ik denk dat dat de rode draad is. Maar ik realiseer me ook goed dat ik niet echt in een soort van... Nee, dat is geen kritiek hoor. Ik bedoel, vind het eerder een compliment. Nee, ik vind het heel fijn. Ja. Want... Is er ooit raad ook de wereld een stukje beter maken? Is de idealist Hanna Verboom ook niet een beetje de rode draad? Dat is wel iets wat mij persoonlijk heel erg drijft. Ja. Ik weet, de idealist is een beetje een ingewikkelde... Ik heb hem zelf ook vaak gebruikt hoor. Maar het is een beetje een ingewikkelde... Naam, want ik vind mezelf geen goeddoener of zo. En het is ook zeker niet dat ik vind dat ik dat moet doen. Nou, maar Get It Done, dat is toch wel, wel opgezet om goed te doen? Ja,
Ja, klopt. Maar dat komt vanuit mijn eigen passie en vanuit mijn eigen... Ik vind dat gewoon ontzettend leuk om met z'n allen te zorgen dat een project wat belangrijk is, wat moet gebeuren, om te zorgen dat dat gaat gebeuren. Want, denk ik, genoegzaam bekend, hoef het er niet uitgebreid over te hebben, anders moeten mensen me googlen. Van, jij hebt achtergrond in Afrika, je ouders, je bent daar opgegroeid. Een absolute link volgens mij ook, hè, met het Afrikaanse continent. En volgens mij ook een hele duidelijke visie op ontwikkeling. Het woordje hulp word ik eigenlijk al heel jeukerig van. Ja. Maar voordat ik naar mijn mening ga verkondigen, wat vind je van hoe wij omgaan met het continent Afrika en ontwikkelingshulp? Ja, dan moet je eigenlijk specifieker zijn over wie wat, want de een doet het... Nou, er wordt zoveel geholpen. Ik vraag me af of we zoveel moeten helpen. Nee, ja, goed. Kijk, er is één ding. Wat inherent is aan het woord helpen, dat is ook Franciscus van Assisi, die heeft dat ooit heel mooi verwoord. It is, for it is in giving that we receive. Dus op het moment dat ik iemand help, letterlijk een relatie heb met iemand en iemand help, krijg ik daar heel veel uit. Op het moment dat je geld geeft en je doneert... En doet het op je bankrekening of je doet het online of wat dan ook, is dat hele iets terugkrijgen wordt eigenlijk is er eigenlijk niet meer. En ik denk dat dat een heel groot probleem is en ook iets is wat mensen niet genoeg gerealiseerd hebben. Nou ja, en dan heb je ook gewoon natuurlijk de hele problematiek van dat het één grote fondsenwervende campagne is geworden, wat veel meer schade heeft gedaan op sommige vlakken dan dat het echt daadwerkelijk zo aan dijk heeft gezet. Ik denk het stigma van toen de Declaration of Human Rights werd opgesteld door Roosevelt, ging het heel erg over twee dingen. Het ging over equality en het ging over equality in dignity en in rights. Dus in rights, dan kan je het heel erg hebben over middelen en je hebt recht om gezondheidszorg enzovoort enzovoort. Nou ja, dat is beter geworden, maar de equality daarin is minder geworden, want de verschillen zijn alleen maar groter geworden. Yeah. Als je het hebt over dignity, dan, nou ja, je hoeft maar armoede te googlen en je ziet een zielig Afrikaans kindje met een opgeblazen buik. En een gier helemaal eronder. En een gier, ja, precies. Dus dat is een dignity. Die dignity die is door die hele marketing is die uitgehaald. Ik bedoel, stel je voor dat wij een fundraising zouden doen voor geestelijk gehandicapte kinderen in Nederland. En we zouden allemaal grote foto's met zielige geestelijk gehandicapte kinderen die aan het huilen zijn enzovoort enzovoort gebruiken om campagnes te, weet je wel, om geld binnen te halen. Ja. Dat zou iedereen ridicuul vinden. Ja. Maar dat is wel hoe die hele marketing voor een groot deel is gekenmerkt. En nu is dat al allemaal anders hoor. Dus je ziet wel dat er natuurlijk een tegenstroom, een onderstroom is. Want hoe verdeel je jouw tijd in de week? Zeg maar als het gaat om Synetry, Get It Done en andere dingen. Nou, ik zit nu een beetje in een transitiefase. Synetry is een start-up. Ze hebben dat, ik heb daar... Wel hip, heb je een start-up? Ik heb een start-up. Het jaar gewonnen heb ik ook redelijk onder de knie. Ja, maar start-up, dan moet je er al 100 uur mee bezig zijn, hè? Ben ik ook. Oké. Okay. Ja. En dan daarnaast? Ik ben hier fulltime mee bezig geweest. En ik kom nu in een fase dat het team goed staat. En dat en Forget It Done zijn we eigenlijk een andere fase ingegaan, waar we eigenlijk weer opnieuw het onderzoek zijn aangegaan. Omdat we ook een stap verder willen met Get It Done. En niet alleen crowdfunding willen doen, maar veel meer ook crowdsourcing willen onderzoeken. En... dus daar zit ook een team op. Want even twee regels, Get It Done, voor de mensen die zitten kijken die het toevallig niet kennen. Get It Done is een crowdfunding platform voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten, waar 100% van je donatie rechtstreeks naar het project gaat. En waarbij jullie dus niets verdienen? Nee. Dan. Dus anders dan kan dat niet. Okay. Ja. En hoeveel geld, hoeveel hulp gaat daar doorheen in geld? Nou, we hebben nu, we denken niet, ik ben sowieso niet, dan moet je de financiële man spreken, maar we hebben zo'n 80 projecten opgezet over de hele wereld. Maar dat zijn kleinschalige projecten en dat is over de hele wereld? Ja. Met name Afrika of echt over de hele wereld? Nee, echt over de hele wereld. Ik heb zelf ook een project opgezet in Los Angeles met daklozen en we hebben projecten met de voedselbank in Roermond. Hoe kies je die projecten? We hebben gewoon eigenlijk een kader, een aantal criteria. En projecten komen naar ons toe of wij spreken projecten of via. En die moeten binnen dat kader passen. Dus dat treintje loopt een beetje, mag ik dat zo zeggen? Get It Done? Dat qua als kijk naar jouw rol? Dat loopt. Alleen, kijk, hoe we Get It Done hebben ingestoken is heel erg ook als een... Get It Done is heel klein en daardoor en heel afhankelijk en daardoor ook heel vloeibaar.
Wat het heel interessant maakt, toen wij begonnen met Gadgetown, waren we een van de eerste die crowdfunding deden. En zijn ook altijd heel klein gebleven. Maar dat is ook wel bewust, omdat je daarmee makkelijker ook kan innoveren. Hmm. En waar we nu heel erg mee bezig zijn, is van crowdfunding naar crowdsourcing. Dus hoe kan je echt dat burgerparticipatie, dat zijn ook termen die we steeds vaker horen. Maar hoe kunnen we zorgen dat als een project iets nodig heeft, dat je niet alleen denkt van ik heb 5000 euro nodig. Nee, ik heb zoveel timmermanslieden nodig. Ik heb zoveel dakpannen nodig. Ik heb zoveel cement nodig. Oh, okay. En dus niet alleen, geld, maar ook in middelen. Precies, en talent en tijd. Ja. Ander ding wat ik persoonlijk heel erg interessant vind, is hoe kunnen we zorgen dat eeuwenoude, of eeuwenoude, maar dat gangbare principe van geld ophalen in het Westen en dat besteden in Afrikaanse landen. Bijvoorbeeld, hoe kunnen we zorgen dat juist als je een platform hebt wat dus faciliteert dat je kan zeggen van nee, ik heb timmermanslieden nodig en dan in het netwerk kan zoeken waar die mensen zijn. Hoe kunnen we dat platform gebruiken om bijvoorbeeld in Zuid-Afrika of Namibië, waar we nu contacten hebben om hubs op te zetten, kunnen gaan testen dat mensen daar zelf hun projecten kunnen sourcen. En dat vind ik heel spannend. Dat krijg je het habitat-achtig, krijg je het zo van dan, dat timmerlieden daar iets kunnen gaan doen? Nou ja, wij moeten volgens mij in Nederland hier bezig zijn met waar je naartoe wil, is dat wij bezig zijn met de projecten hier. Weet je wel, omdat je daar, dan heb je weer dat persoonlijke contact. Dus dan komt die hele term van Franciscus van Assisi, die houdt weer stand. Want dan is er ook weer giving in. Want het zit altijd in het contact, altijd. En op het moment dat je kan faciliteren, en daar zit ook wat je training in, en dat wordt een uitdaging, en dan moet je gewoon heel goed werken met lokaal mensen in, dus bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Maar als je kan zorgen dat ze dat gaan gebruiken, dat platform, om hun eigen netwerk te gebruiken, zodat ze niet een beetje geld moeten gaan halen bij een of andere organisatie in Nederland. Ja, dan dat is volgens mij waar we naartoe willen. En zou het economisch principe ook nog kunnen werken? Dus dat je in plaats van hulp gewoon op een eerlijke manier zaken gaat doen met dat soort landen? Ja, totaal. Maar dat is natuurlijk de hele kern van het probleem. Er zijn nog steeds handelsbelemmeringen die niet worden opgezegd. Dus je bent heel erg soort van, ja, wat is de term? Water naar de zee de drup of naar de zee aan het dragen. Ja. En ondertussen, ja, tuurlijk. Maar goed, dat is niet realistisch om, daar kan je heel boos over maken. Maar voorlopig is dat nog niet realistisch dat rechtgetrokken wordt. Jij hebt heel veel plekken gewoond, hè? Ja. Waar vind jij jouw rust? Dat is wel iets waar ik nu mee bezig ben. Ook het thema van rust en thuis. En ik ben heel erg altijd heel veel gereisd. Veel verschillende plekken gewoond, inderdaad. En nu dan Gadgetown en Synergy en acteren. Wat ik bewust even op een lager pitje heb opgezet. Omdat dit gewoon 100% aandacht nodig heeft. Dat ik wel merk dat ik nu veel meer dan ooit heel erg behoefte heb aan een huisje verbouwen en mijn eigen muren schilderen. En alles op één plek. Want ik reis altijd heel veel. Maar mijn rust nu is gewoon mijn thuis. En dat zijn mijn familie en mijn beste vrienden. Maar heb je wel iets van een huis wel? Of? Ja, maar ik heb een huurhuis en ik ben dan nu eigenlijk op zoek naar echt iets wat van mij is. Wil je een huis gaan kopen dan? In Amsterdam? Ja. Ga je settelen? Ja. Holy shit. Hey, en jij hebt iets met geloof, hè, tot slot. Dat vind ik wel zo'n apart verhaal. Dat hoor je vrij weinig, vind ik, zeg maar, uit. Maar jij gelooft. Ja, klopt. Waarin? In God. En hoe ziet hij eruit? Die ziet er niet uit. Die ziet er niet uit. Nee, maar geef het eens vorm. Hoe geef jij dat vorm? Dat is wat anders dan religie, hè? Ja, zeker. Ja, ik geloof dat religie heel gevaarlijk is. Ook omdat dat gaat over. Ja, er zijn best regels, veel mensen ruzie aan het maken omtrent dat religie ding. Ja. Maar wat betekent voor jou geloof? Het betekent voor mij. Ik vind het is voor mij, het is heel persoonlijk. Het is een iets waar ik dagelijks mee bezig ben. Ik bid ook de hele dag door. Niet? Mediteer. Ja, zeker. Ja, heel erg. Wat bid je? Wanneer heb je vandaag al gebeden? Ja. Wanneer? Vanochtend. Waar? In mijn slaapkamer. Maar wat heb je? Hoe gaat dat dan? Dus nou, gewoon binnen. Over. Ja, dan heb ik bepaalde. Maar gebruik je woorden dan? Ja.
Ja, in mijn hoofd. Bepaalde gesprekken die ik heb, bepaalde meetings die ik heb. Dat, ja, het is ook een soort van ja, meditatie eigenlijk. En maar praat je met God dan ook? Ja. Ja. In je hoofd? In mijn hoofd, ja. Doe je dat tijdens dat je dingen... Het is gewoon nieuwsgierig hoor, dit. Maar doe je dat dan, moet je daarvoor stilzitten? Nee, ik doe het ook op de fiets. Nee, het is een soort meditatief moment. Het is een moment van stilte en van terugkeren. En ook proberen je hebt zo vaak stemmen en gedachten en dingen. En we zijn zo bezig de hele tijd. En voor mij is God is heel erg een plek van rust en een plek van veiligheid. En, ik snap alles wat je zegt, Lynn. Ik snap nooit die personificatieslag. Ja. Die God. Ja. Ik snap alles wat je zegt. Ja, kijk, ik zag toevallig een heel interessant gesprek met de Ravi Zacharias. Dat is een wetenschapper, Princeton scholar en weet ik veel wat allemaal. Echt een genie. En die is ook gelovig. En die haalt het wel, die legt het wel mooi uit dat het door eigenlijk een extern moraal te hebben, dat ook heel erg richting geeft. Want we zijn vaak zo erg in onszelf op zoek naar moraal en naar richting. Maar ja, als wij ook degene zijn die dat zelf aangeeft en dat ook moet voelen, dat is toch iets waar we vaak tegenaan lopen. En voor mij geeft het heel veel rust dat ik geloof, ik kies ervoor om dat te geloven, dat er een extern entiteit, een moraal, ja, ik noem het God inderdaad, waar ik mij toe verhoud en waar ik ook... Maar die creëer je toch ook zelf? Ja, ik geloof van niet, maar ik begrijp heel goed dat mensen dat ja, zeggen. Ja, dat ze het geloof. Ik kies ervoor om te geloven. Praat hij terug ook? Ja. Ja. Maar op hele... Ja, niet inderdaad dat je een briefje uit de hemel krijgt, maar wel... Maar heel erg door mensen of door een gebeurtenis of door de natuur of door dingen die er gebeuren in het leven. Ja, ik geloof... Heeft het met Afrika te maken ook of niet? Nou, in Afrika heb ik wel ervaren dat ik het nog veel meer voel. Omdat je veel meer bij de grond. Dus je zit meer bij de essentie. Ik denk wel dat er hier heel veel ruis is, waardoor we ook vaak niet echt de ruimte hebben om God te horen, maar vooral ook om elkaar te horen. Ja. Er is geen ruimte voor. En dat, Heeft het een kerk nodig? Jouw geloof? Het heeft niet een kerk nodig, het heeft een mensen nodig. Want het is een... Ja, ik geloof heel erg in mensen. In maar, ja, precies, ja. Maar je hoeft niet naar een gebouw toe. Nee, te gaan naar een priester nee, die dan de preek doet. Nee, natuurlijk niet. Maar dat is wel inspirerend. Het kan heel inspirerend zijn, maar dat is niet waar het om gaat. Zeker niet. Nee. Nee, want dat is het grappige. Dat we als mensen het vaak... Volgens mij we willen het zo graag vatten. We willen het begrijpen in woorden kunnen zetten. In hokjes kunnen plaatsen. Maar dat kan niet. En op het moment dat we dat wel doen, dan wordt het religie. En dan hebben we regels. Ze zeggen we niet goed, wel goed, niet goed, wel goed. Komt de oordeel en alle ellende wat daarmee te maken heeft. En dan gaan we volledig voorbij aan wat het is. Tot slot. Hanna van Boom als ze 60 is. Ik geloof heel erg in Synergy en in wat we willen doen. Dus ik hoop dat we dan... nog steeds films uitmaken zijn met z'n allen. En dat we de mooiste films vanuit de hele wereld kunnen bundelen en kunnen vertonen. Een soort kwaliteitskeurmerk misschien wel? Ja, een soort genre. Synergy films zijn films die raken. Per definitie. Een categorie niet bijna. Hoe het eruit ziet. Ja. Ja, films die raken. Goeie ambitie. Die vertellen. Dat is een en Hanna zelf? En Hanna zelf die zit... hopelijk heeft allemaal kleinkinderen onderheen. En klein honden, al? En, ja, 60. Okay. Dan heb ik wel kleinkinderen, toch? Ja, ja, maar dan moet je eerst kinderen krijgen. Dan moet je wat projectjes voor. Dat gaat allemaal lukken. En dan in het huis in Amsterdam? Nee, ik denk dat ik dan in Namibië zit. In Namibië. Ik ben nu bezig een oude lodge te verbouwen in Namibië. Dus daar zit ik dan, denk ik, met thee. En een heel mooie zonsondergang. Ik help het je hopen. En why not eigenlijk? Ja, dus ik geloof. Het volgende gesprek daar? Ja, lijkt me ja, deal, als je 60 bent. Dat is goed. Tering, dan ben ik al dood, denk ik. dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering van Profile hier op 7 Ditches TV. Kijk voor alle andere gesprekken op 7 Ditches TV of download de app. Kun je onderweg kijken of in Namibië of waar je ook maar internet hebt. Dankjewel, hoi.